om, maar dat werden we geregeld. Heb je eigenlijk een gegrote prins al eens echt gezien? Ja of nee? Zeg het eens. Ja! Kijk, de meneer hier, de. Vind je het leuk vanmiddag hier? Trouwelijk. Ja. Maar weet je, het werd nog leuker. Dat moet ook. Moet ook, hè. Ik heb gehoord dat je al een fantastische uitreiking hebt gehad, hè. Ja. Wat wordt tot nu toe voor prins Robert ten eerste? En wie heeft net aan de kinderen vroeg wie ze allemaal heeste, toen zei de achterliggende meneer, Erik, wat hier hè? Wilt je ook per se even zeggen wie het gereed? Ja, dat weet ze nog maar. Erik, hè. En ik denk, doe hem dat plezier, maar wie heet hier meneer? Paul. Louis. En Stephanie, ik zeg hem maar Stephanie en ik wijk het meteen. Stephanie! Bang, dan breng ik je onder. Bang, dan moet ik even terugkomen.
toch hier ook een presentje horen bij de jeugdprins en jeugdprinses. En de liedje van Wiens Roar dit jaar, hè? Ja, zonder het die oudjes nog eens laten huren. Hey, dich! Ja, dich! Maar veel niet goed geoefend. Zullen we eens proberen of die oudjes erachter dat ook kennen? Ik denk het niet. Rob, geen... Soms zit er nog weinig altijd. Martijn. En ze hebben nog geen huldige of niets gehad. Dus ze moeten wel ergens beginnen met ze gaan aan te doen. Wie de prins en de prinses huurt natuurlijk ook de waardigheden. Hè. Dus ze moeten ze ergens gaan optuigen. Dan kregen ze alle twee een keer. Dat huurt uiteraard ook een steekbeen. En uiteraard, als ze heel afgekleden, moeten ze natuurlijk een schepter krijgen om te regeren over het Velkraatse Riet en een jeugdprinses kunnen bekend. En dan stond ze voor ons staan. Jeugdprins Martijn de eerste, jeugdprinses Jan de eerste. Geef ze allemaal een driekrachtige laag. De eerste, ala. De tweede, ala. De derde, ala.
uiteraard wil natuurlijk nadat iedereen gehuldigd is geworden. De president. I'm
motor plop. Met een verjaardag. Deze drie.